En minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling heeft vanmorgen het startsein gegeven voor de renovatie van de locatie van stichting Nyunkombe aan de Kleine Saramakastraat. In Nyunkombe houden Afro-Surinamers uit het binnenland en inheemse rituelen rond het overlijden van hun dierbaren. Volgens minister Dikan zal de plek drastisch veranderd worden, zodat de moeilijke periode draaglijker wordt voor de nabestaanden. De renovatie wordt bekostigd uit subsidiemiddelen. Stichting Nyunkombe is nu druk bezig met sloopwerkzaamheden, zegt Dikan. Morgen is de kick-off gegeven van de werkzaamheden, waarbij we eigenlijk een grote beurt, renovatiebeurt, zullen geven aan de locatie Nyunkombe, Kleine Saramakastraat. Op dit moment is men bezig om het kantoorgebouw daar te slopen, dus zal worden aangepakt. De keuken zal worden aangepakt vervolgens en tenminste een van de kamers zal ook worden aangepakt in dit traject. En daarna zullen we weer een andere fase ingaan. In totaal zijn er 8 kamers daar, de stichting Nyunkombe. Dus wat ons budget nu kan dragen, is dat we een kantoorruimte, de keuken en de eerste kamer zullen aanpakken. Dikan wijst er verder op dat de stichting in een ander traject zal werken aan de renovatie van de resterende kamers, waar de nabestaanden kunnen overnachten. Ook de locaties buiten Paramaribo zullen aangepakt worden. Na de verbetering van de diverse faciliteiten moet er volgens de bewindsman een aanpassing van de huidige tarieven komen. Ja, er is natuurlijk een heel plan om te geraken dat we ook de andere locatie, het stad en districten, ook gaan inzetten, maar op dit moment is de focus wel de locatie aan de Kleine Saramakastraat. Maar ik denk dat wanneer je een betere dienst zal verlenen, de faciliteiten naar een ander niveau getild zal worden, dat bedragen, wat ik hoor, van dat die zeker zullen worden aangepast, moeten worden aangepast, vooral als we willen dat die faciliteiten onderhouden moeten worden en verbeterd moeten worden. Dus ik maak direct van de gelegenheid gebruik om de ondersteuning te vragen van de totale natie. Edgar Dikan, minister van regionale ontwikkeling. Hij gaf vandaag het startsein voor de renovatie van de locatie van stichting Nyunkombe aan de Kleine Saramakastraat. De renovatie moet binnen 3 maanden zijn afgerond.